Goedemorgen. Nee, dan ga ik op iemand nadoen, dat wil ik niet. Waar zijn we naartoe? We gaan naar Spanje, Zuid-Spanje. Eerste tussenstop, Portugal of... Portugal? Oh, en Portugal, mijn naam. Luxemburg. En dan ja, misschien toch Noord-Frankrijk met, maar dat hangt een beetje af van hoe druk het allemaal is en of we er nog zin in hebben om zo lang te rijden. Maar in principe gaan we nu naar Luxemburg, daar hebben we onze eerste stop. En dan zien we van daaruit wel verder wat we doen. Het is wel een beetje mistig. Had je nog vroeg, hè? Het is 20 over 9. We hebben net boodschappen gedaan. Bij de Lidl. Bij de Lidl. Het is 3 graden. Deze met gierende banden. Naar het zuiden. Nou, in ieder geval naar de warmte. Oké, later. Ja, en toen waren we vertrokken uit Metz. Vertrokken uit Metz nadat we hebben geslapen op een parkeerplaats. Waar het niet helemaal de bedoeling is dat we slapen op een parkeerplaats. Maar zoals u ziet en zoals u zult gaan zien, we rijden inmiddels weer. Hey, goedemorgen allemaal. Het is een klein, heel klein wereldje op dit moment. Ja, een beetje mistig. Gisteren hebben we al sneeuw en zon gehad. Vandaag ook weer zon gehad. Maar ook mist en regen. En waar rijden we nu ongeveer? Dijon, in de buurt van Dijon. Of richting Dijon eigenlijk. De A31. Nou, maar weer tot later. We hebben nu echt van alles gehad. Regen, mist,
langs de weg. Oké. Okay. Ja, nou, dit is het voor even. Dus op Montpellier, of tenminste vlakbij. Oké, okay, later. Weer onderweg na wat parkeermanoeuvres, maar het is weer helemaal goed gekomen. We hebben net een kopje koffie gedronken en nu gaan we weer verder op weg. Het is mooi weer, 7 graden. 10 geeft hij aan. Oh, 10 graden. Nou, kijk eens aan, in de dubbele cijfers alweer. Spanje wordt het vandaag. We gaan zometeen de grens over. Tenminste, zometeen. Dat zal over een uurtje zijn. Een uurtje kwartier. Gok ik zo. Maar ik gok nog wel eens fout. Ik zeg niks. Dus, nee, heel verstandig. Dus dan zitten we in Spanje. Ik ben benieuwd. Oké, later. Wat hebben we voor ochtend achter de rug? Nou, ik kan wel stellen een bijzondere ochtend. Een winderige ochtend. Een bijna camperonvallen ochtend. Dat was wel even schrikken, ja. Er waren 3-4 momentjes dat we de camper amper in bedwang konden houden. Oh. Het waait nu ook wel weer aardig, maar een stuk minder dan het was. Het is 18 graden. Het is 20 graden, zegt de teller op de auto. Maar het was heftig, ja, dat kan ik wel stellen. Ongelooflijk zeg. Maar dat hebben we ook weer van meegemaakt. Ja. Volgende keer een dorpje inrijden en voorlopig niet meer wegrijden. Nee, dat lijkt me ook wel verstandig. Dat we door zijn gereden was gekke werk. Ja, Orno, zeg het nog eens. Dat ik doorgereden ben was gekke werk. En ja, soms heeft hij best wel zelfkennis. Dat okay. Hadden we niet moeten doen. We sluiten het hier weer even bij af. Later! Zo, u heeft nou net een korte impressie gezien van de heenweg. Dat is natuurlijk al een tijdje geleden, want dat begon op maandag 6 december. Onderweg leuke dingen meegemaakt of wat minder leuke dingen. Zoals u het filmpje hebt kunnen horen, bijvoorbeeld harde windstoten. En dat was echt best wel heftig. Het filmpje eindigt eigenlijk dat we richting Bodega 2020 rijden in Algemesi. Daar zijn we één nachtje gebleven. Daarna zijn we op zaterdag 11 december doorgereden naar Las Torres, waar we eigenlijk nu ook weer staan. Daartussen hebben we een weekje gestaan op Sand Sleep. Foto's volgen vanzelf nog daarover hierna. Momenteel zitten we in Puerto de Mazarón. En in Puerto de Mazarón is het, jawel, 26 graden. Hij heeft dus 26 graden aangetikt. Ik vind het te warm. Ja, jij vindt het te warm. Ik ben eindelijk blij dat het zo warm is. Ik vind het heerlijk. Zeker in deze tijd van het jaar, want het is maandag 27 december. Ja. Proficiat nog, Danny. Met je verjaardag. We hebben genoten van een lunch. Paella hebben we gegeten. En voor de rest, ja, we gaan zo weer terug naar de camping, naar Las Torres. En dan ga ik proberen dit allemaal een beetje in elkaar te zetten. We hebben hier wat shotjes opgenomen die u tussen de filmpjes kunt zien. En voor de rest gaan we nog even lekker genieten met wat fris erbij, want ik krijg onderhand ook een droge mond. Ja. Dus met de groetjes van ons. Ja. Vanuit een heel zonnig en heel warm Puerto de Mazarón. Adios, hasta luego.
Adios. Ziek.